Hey, zoals jullie misschien gezien hebben, heb ik een mogelijkheid gekregen om dit jaar biologische bonnetjes te gaan verkopen. Maar waarom is dit nu zo belangrijk? Eén zo'n bonnetje kan, theoretisch gezien, honderden hommels redden, schelen. Hoe zit dat? In de vroege voorjaar komen de koninginnenhommels hebben dan overwinterd. En als het gevroren heeft, bevriezen die dus gewoon. En daarna ontdooien ze. En dan hebben ze natuurlijk heel veel honger. En dan gaan ze op zoek naar voedsel. Een van de favoriete dingen van hommels is op dat moment een krokusje. Vindt die koninginhommel een krokus, dan kan ze dus genoeg voedsel krijgen. Waardoor dat ze een hele kolonie op kan zetten met honderden hommels erin. Vandaar dat ik zeg, één zo'n krokusbol kan echt een groot verschil zijn. Tuurlijk zijn mijn bijen er ook helemaal gek op. Maar van de andere kant zeg ik altijd, de bijen is de verantwoordelijkheid van de imker om die op een plek neer te zetten waar de bijen het gewoon doen. Maar de solitaire bijen daarentegen, die hebben weer een stukje hulp nodig. Dus daar kunnen die krokusjes ook belangrijk voor zijn. Dus ja, die biokrokusjes zijn echt, ze voegen echt wat toe. Waarom bio? Want die zijn tenslotte stukken duurder. Het is gewoon aangetoond, er zijn bepaalde bolletjes, als de bijen daar opkomen, zullen ze mijn bijenkast daarna nooit meer terugvinden door de hoeveelheid gif wat er af en toe in gebruikt wordt. Dat is echt bizar. Dat gif gaat eruit, dat klopt. Het probleem is alleen, het verdampt niet. Het gaat de grond in. Dus het verdwijnt uit de bol, trekt in de grond van je tuin en dan heb je het gif te pakken. Dus vind ik, moet je niet willen. Iedereen maakt er zijn eigen keuzes in natuurlijk. En ik snap best als je zegt, ik wil de bijen helpen, maar ik heb niet het geld voor doen biobollen. Van de andere kant zeg ik er wel persoonlijk, pak wat minder biobollen, laat ze zich vermeerderen. In plaats van meteen je hele tuin vol plempen met goedkope bolletjes, zeg maar. Je hoeft ze natuurlijk niet voor mij te pakken, er zijn meerdere plaatsen waar biobollen te koop zijn. Van de andere kant hoop ik wel dat je ze bij mij nemen, want ja, je helpt daar mijn imkerij weer een beetje mee, je helpt mij daarmee. En je helpt de bijen en de hommels er heel erg mee. Maar dat geldt uiteraard ook voor alle andere biobolletjes die te krijgen zijn. Dit was die weer. Groetjes.